Wat me het meest bijgebleven is van de voorstelling, is dat het met zoveel liefde gemaakt was. Je zag gewoon de betrokkenheid van Maatje. Het was niet gespeeld, het had iets heel erg echt. En dat is wat mij ook het Maatje terug heb gegeven in de pauze. Wat ik heel erg leuk vond was de vorm, sowieso. Ik hou heel erg van creativiteit. En wat ik leuk vond was dat er hele emotionele momenten in zaten. Hele herkenbare dingen. Soms door het eigenlijk niet heel goed te benoemen. Of door alleen maar een poppetje te laten zien. Maar er zat ook heel veel humor en ontlading en zelfspot in. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Stichting Weet is een patiëntenorganisatie voor alle mensen met een eetstoornis. En wij zijn er op de eerste plaats natuurlijk voor de patiënten, maar ook voor naasten en ook voor ex-cliënten. Wij zouden het heel erg mooi vinden als over een aantal jaren het zo is dat iedere eetstoornispatiënt in Nederland exact weet waar die terecht moet voor de hulp die hij of zij op dat moment zo ontzettend nodig heeft. En dat doen we niet alleen, dat doe ik heel graag in samenwerking met klinieken, met therapeuten, met psychologen, met de school, de politiek, de zorgverzekering. Iedereen die daar een bijdrage aan kan leveren, nou, die zou ik graag willen bundelen om ons doel, dat terecht terug te geven op dat goede leven, om dat te verwezenlijken. Mijn betrokkenheid, zo 5 jaar geleden, toen kreeg mijn dochter een eetstoornis. Toen werd anorexia gediagnosticeerd. En toen kwamen we eigenlijk als ouders, voor mij was het echt een compleet iets nieuws. Eetstoornis, dacht, oh, dat is iets met eten en niet eten. En toen kwamen we eigenlijk als ouders en als gezin kwamen we eigenlijk in een soort achtbaan terecht. Nou, het grootste misverstand is wat mij betreft dat eetstoornissen over eten gaat. Natuurlijk zit er een eten element in, maar een eetstoornis gaat over niet van jezelf kunnen houden en het er niet mogen zijn. Een ander groot misverstand is, maar dat heeft ook met het eten te maken, dat mensen denken, nou ja, als die ouders wat strenger zijn, of die partner, dan, waar hebben we het dan over? Ze moeten het kind gewoon wat strenger aanpakken. Een ander misverstand, hangt er ook weer mee samen, is, het zijn eigenlijk wel gewoon verwende of aanstellerige meiden of jongens die aandacht willen krijgen. Zouden we kunnen beginnen om meer voorlichting te geven? En volgens mij moet je meer voorlichting geven. Volgens mij moet je het al beginnen op de basisschool. Je zou daar in groep 7 bijvoorbeeld mee kunnen beginnen. Zodat mensen vertrouwd raken met dat thema. En hetzelfde geldt dat ook op de middelbare school. Maar iets anders is dat ik ook denk dat huisartsen bijvoorbeeld, hoe welwillend ze ook zijn, dat die ook voorgelicht moeten worden over wat een eetstoornis is. En dat een eetstoornis natuurlijk heeft iets met eten te maken, maar het is niet de oplossing om dan een patiënt terug te sturen naar huis en te zeggen dat hij 4 boterhammen op een dag moet eten en wat groenten moet eten. Maar de grootste oplossing zie ik eigenlijk in het voorlichten. En dat kun je op verschillende manieren doen.